Tjallalie. Hey, stoute taalraak, hier open tieners. Even wachten. Een groot slokje dorst. Ja, open eens even serieus. Ja, nou lees ik net en hoorde ik op de radio dat ze van die 1,5 meter afstand een wet willen gaan maken. Een wet. Dus je kunt niet meer knuffelen. Nee. En concerten gaan ook niet meer door. Nee. Paaspop, Pinkpok, Elsenbrere, Wauper. Niks gaan meer door. Want dan kunnen nooit een 1,5 meter houden. Cafés, die kunnen alleen nog maar op afspraak komen. Waar zijn we mee bezig? Rutte met zijn klarinet. Die regelt dat gewoon, die maakt er gewoon een wet van. We zijn met 17 miljoen mensen en wij accepteren daar die 1,5 meter wet. Ik wil gewoon kunnen knuffelen met jullie als ik dat wil. Ja, als ik in een café zit, dan moet ik wat dichterbij zitten omdat de muziek wat harder staat en open zijn oren al een beetje kapot zijn. Ik wil gewoon naar een groot concert kunnen waar 10.000 mensen op een wij staan. Naar een goede band te luisteren. Dan kun je een 1,5 meter afstand houden. En wat kan dadelijk de overheid? Ja, die kan dadelijk gewoon een boete uitschrijven van €260. Omdat wij gewoon die wet accepteren. We zijn met 17 miljoen mensen en wij accepteren het. Koek, koek. Rutte met je klarinet. Weet je wat je moet doen? Eerst maar eens gaan stemmen of we dat allemaal willen. Ben het met open tieners eens? Gewoon deze, marginaal. En Mark Rutte, als je het ziet, hè, komt een keer boven praten. Simpele ziel. Houden we.